Vandaag vieren we dat het precies 100 jaar geleden is dat de eerste Japanse architect, Tsutemi Horiguchi, bij het schip terecht kwam. Op wonderlijke wijze, want hij was getipt door een Amsterdammer die begreep dat hij naar moderne architectuur op zoek was. Horiguchi was erg onder de indruk van de moderne architectuur in Nederland en vooral van de Amsterdamse school. Hij reist het land rond en maakt overal foto's. Terug in Japan publiceert hij het boek Moderne Nederlandse Bouwkunst. Hij heeft het in dit boek over de Amsterdamse school, de stijl en de tuinsteden. De meeste pagina's zijn gewijd aan de Amsterdamse school. Horiguchi is vol lof over de architectuur en de ideologie. Hij schrijft onder andere: hier wonen alle arbeiders in prachtige gebouwen. En dat boek dat maakte heel veel indruk in Japan onder zeg vakgenoten. En die gingen ook allemaal kijken. En vervolgens heeft hij ook gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. We gaan hier even naar binnen, omdat Horiguchi, en dat is het bijzondere, hier ook naar binnen is gegaan. Dit is het oude postkantoortje en dat was die dag open. Ja, kijk, Horiguchi die wist aan de buitenkant al niet wat hij tegenkwam van schoonheid, maar dat postkantoor dat was open en hij ging naar binnen. En toen heeft hij hier ook foto's gemaakt. Het bijzondere is ook dat je ziet dat die Amsterdamse school hier doorloopt van de buitenkant naar de binnenkant. Die prachtige lettertjes Amsterdamse school, dat herkennen we allemaal. En dat dan zo'n spreekzaal doorloopt in het wachtbankje en dan naar die deur verboden, hè, waar het publiek niet mocht komen. En hij was er echt heel erg opgetogen over. En het bijzondere voor het museum is dat wij nooit eerder foto's van dit interieur hebben gevonden. En die vonden we nu in Japan. Was dit liefdesverhaal eigenlijk ook wederzijds? Andersom is het ook heel grappig. Eigenlijk als je naar het gebouw kijkt, dan zie je al Japanse invloeden in de gebouwen van de Amsterdamse school. En met name in het werk van de klerk. Want die had dat allemaal bestudeerd. Straks komt de ambassadeur van Japan hier. En die is heel enthousiast over het feit dat wij dit vieren. Maar hij is ook enthousiast omdat hij heeft gehoord dat er ook Japanse bouwelementen in onze gebouwen zitten. If you could see the top of this tower, there is some kind of the rings. Connected to the top of the tower, and I think that could be related to the Buddhist monument or something like that. The architect may have been influenced by some Japanese culture or Buddhist culture. En daar is nu een tentoonstelling van gemaakt. Ja, en de tentoonstelling die loopt tot 22 oktober in Museum Het Schip. En het gaat dan over de twee dingen: het bezoek van Horiguchi aan het schip en ook andere gebouwen in Amsterdam en ook wat er in de Amsterdamse school te zien is aan Japanse kenmerken. Bezoeken dus? Ja, bezoeken. Allemaal komen. Het is hartstikke leuk.